Als we nu eventjes kijken naar de componisten waar we het over hebben vandaag. We hebben het al even aangekaart rondom de periodes, maar we hebben het over Mozart. En Mozart, daar spelen jullie van twee concerten. Nummer 35, de symfonie, en die heet de Haffner-symfonie. Weet jij waar dat vandaan komt? Nou, nee. Want ik ken er twee verhalen van. En ik weet niet welk verhaal er echt is. Nou, vertel ons de verhalen. Wij houden ervan een verhaal. Nou, verhaal 1. Haffner, dat is wel waar, een rijke koopman. Die had een dochter. En die dochter zou gaan trouwen. En de vader van Mozart heeft tegen zijn zoon, Mozartje, 20 jaar, gezegd... componeer jij nou eens voor die bruiloft een serenade. En dat heeft hij toen gedaan op zijn 20ste. Dat is verhaal 1. Maar het andere verhaal zegt... Haffner werd in de adelstand verheven. Ter gelegenheid van dat verheffen in die adelstand moest er een serenade geschreven worden. Papa Mozart zegt tegen kind Mozart van 20, schrijf jij eens een serenade. En dan is die serenade ineens bedoeld voor het evenement van het in de adelstand verheffen van die Haffner. En later, die serenade die er geschreven is, daar heeft Mozart later een hele symfonie opgemaakt. Dus hij heeft instrumenten toegevoegd, blazers toegevoegd, het uitgebreid naar alle onderdelen die er nu nog bestaan. En ja, nou is het dus nog steeds de Haffner-symfonie. Ja, interessant, toch? Wat kiezen we voor? Ja, dat is een lastige dag. Nou, dan ga ik de geschiedenis bepalen. Dat vind ik wel... Dan ga ik me niet aanwagen. Nee? Ja. Oké, nou dan gaan we door. Het zijn allebei mooie verhalen. Want we hebben nog andere beelden van hem. Hè. Er is natuurlijk onder andere een film gemaakt van Mozart, Amadeus, waarin die als een losbol afgeschilderd wordt. We hebben er ook een plaatje van. En dan zie je dus dat een jonge man, inderdaad, die ze zeggen soms wel eens, hij hoeft helemaal niet na te denken, hij schreef het gewoon op. Terwijl anderen er heel lang over deden. Maar de vraag is natuurlijk, wat voor man was dat nou eigenlijk? En wat maakte zijn muziek zo virtuoos? Ja, zijn muziek virtuoos. Laten we eerst eens over die man zelf hebben. Het is heel raar dat hij ontzettend lang afhankelijk is geweest van zijn ouders. Die bleven alles voor hem betalen en bepalen. En het is wel een soort van losbol geweest. Maar ook een beetje een soort van arrogante man. Ook eentje die dacht dat hij de hele wereld naar zijn hand kon zetten. Maar ondertussen was het wel, vanaf kleins af aan, een wonderkind die op zijn 10e of zijn 11e zijn eerste symfonie al schreef. Ja, en wat maakt zijn werk nou zo virtuoos? Ik vind dat zo ontzettend moeilijk, want... Ik denk dat Brahms ook virtuose muziek schrijft, maar die daar hele andere dingen voor uit zijn portefeuille haalt. Het is denk ik de afwisseling van de tempi. Het is de melodielijnen. Het zijn in feite hele eenvoudige melodielijnen die ongelooflijk worden uitgewerkt. En ik denk dat er toch ook wel een zekere virtuositeit wordt gevraagd van de spelers. Van de solisten zeker. Ja, we spelen nu natuurlijk ook het hoornconcert. Hij weet echt wel alles te benutten. Van het instrument, hoe dat was in zijn tijd. Er werd best wel veel gevraagd van de solist. En hij heeft het voor een bepaalde hornist geschreven, Lloyd Gabe. En hij had daar een beetje een... hij haalde daar wat grapjes mee uit. Dus had een beetje heb je een fragment van meegenomen? Daar hebben we een fragment van meegenomen, inderdaad. Laten we daar even naar luisteren. Ja. Zijn ze naughty notes? Er was dus een vriend van hem waar hij voor schreef. En je ziet elke keer boven zie je die fragmenten. En iemand heeft ze in het Engels vertaald. Worden bij dit stukje kun je die zien. For the estimate, Mr. Jackass. Come on, plug up courage, be brave. Je ziet het elke keer onderstreept daarboven. What? Finished already. Enough. Nou, ode aan deze grappen. Dankjewel.